sta in GymXL en ik ben helemaal alleen! 1, go. Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Rutger en ik sta in GymXL en ik ben helemaal alleen! Nee hoor! Of toch niet? Of nee, toch niet? Ik ben niet helemaal alleen, want mijn zusje is mee! Dance mode on! Noor! Heel leuk! Je bent vandaag voor het eerst in GymXL. Ja. Hoe ziet het eruit? Echt heel leuk. En ziet het er groter of kleiner uit dan op de video's? Groter. Dus het is echt groter of in de video's groter? Ja, nee, nu is het echt veel groter dan in de video's. Echt, dus het is nu eigenlijk groter? Ja. Noor, die ziet heel vaak in video's dat mensen van de hoge muur afspringen daarachter. Ik zal even voor je inzoomen, die kennen hem wel. Van die muur daarachterin hebben al super veel mensen van afgesprongen. En Noor denkt altijd als ze dat ziet van, zou ik het ook kunnen? Toch? Ja. Denk je altijd van, zou ik het kunnen ja of nee? Zou ik het kunnen ja of nee? En vandaag is de dag dat je het dan gaat proberen. Ja. Heb je er zin in? Ja. Ja. Gaan we nog eerst warm worden of gaan we gelijk daarin? Eerst warm worden. Oké. Okay. Daar op de grote trampolines. Woe! Oké, ze wil toch naar de blokkenbak toe. Ja. Snap ik ook wel. Kijk dan hoe groot. Hoe groot, hè? Als je hier nog nooit bent geweest, echt leuk. Oké, okay, Noor. Je eerste salt in de blokkenbak. Let's go. Woehoe! En hoe voelt het? Lekker, hè? Ik kan best wel even slapen, hoor. Oké, Noor is nu aan het filmen. Ik hoop dat het er goed uitziet. Ik ga ook even een saltje doen om warm te worden. Lekker, hoor. Oké, jullie weten dat Noor een dubbel frontkant op de trampoline. Maar ze heeft het nog nooit gedaan in de blokkenbak. En dat gaat ze nu doen, toch? Ze gaat ze verstoppen, ze is bang. Noor! Noortje, ben je nog een beetje klein? Durf je geen dubbel frontflip? Oh, daar gaat ze hoor, daar gaat ze. Als je haar uitdaagt. Woehoe! Hey, high five! Die was keihard. Hoi! Oké, voor de veiligheid leggen we even een matje erin. Dan is de blokkenbak net wat beter. En dan gaat ze zo meteen van daar af, gaat ze hopelijk eraf springen. Kijk, alleen erop klimmen is al een hele challenge. Ja, Rutger kan gewoon vanaf de tramp ook erop springen. Maar ik ga even kijken. Kijk eens. Wat een freerunner. Freerunster. Oké. Okay. Ik ga het doen. Vind je het hoog? Ja. Oké, maar ik ga het wel doen. Oké, durf je? Ja. 3, 2, 1, go. Woehoe! Hey. Het is echt leuk om te zien. Wow, ik val bijna erin. Rutger gaat er ook op. En hij is er ook op, hoor. Oké, you ready? Ik ben ready. Dat was leuk, hè? Oké, nou als je dit doet, heb ik echt heel veel respect. Doe ik hier? Frontflip. Oh. Vandaar op je rug landen hierin. Wat ik wel eerst ga proberen om frontflip daar vanaf te doen. Ja, oké, is goed. Okay, dit is ook wel best een uitdaging voor mij. Ja, hè? Maar ik ga het wel doen. 1, go. Woe! Als jullie denken dat Noor deze zat ook al van af het hoge muurtje, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Ik denk dat ze het kan. En als jullie nu al een blauw duimpje omhoog achterlaten, dan denk ik echt dat ze het gaat doen. Toch? Als ik hem doe, moet je echt een blauw duimpje achterlaten. Ja, hè? Anders is het echt anders niet eerlijk. Anders doe ik het niet meer. Anders doe je het niet meer. Maar je gaat het nu wel doen, want ze hebben het al gedaan. Ja. Noor, vind je het spannend? Ja, ik vind het echt eng. Maar even Team Tentum high five. En weet je waardoor je het gaat doen, denk ik? Omdat je een mooi shirt aan hebt. Omdat ik zo'n mooi shirt aan heb. Ja, dus als jij dat shirt nog niet hebt, moet je even naar de website gaan. Wat is de website, weet je die? Team-tentum.nl. Maar je moet gewoon Team Tentum intypen. Woe! Echt waar, ik vind het echt heel leuk. Maar ik ga het wel doen. 3, 2, 1, go. Oh. Ah! Doe! Ik weet zeker dat je het kan. Het is super zacht, er kan niks gebeuren. Ik heb net even voorgedaan, zonder camera, want niemand kon filmen, maar ik heb hem voorgedaan en nu ga jij hem doen, hè? Ja, ik ga hem doen. 3, 2, 1, go! Ah! Oké, okay, nog een keertje af. Ja, ik ga hem doen. Oké, ik zou het beloven, ik doe het nog in deze video, maar ik weet niet hoe. Oké, is goed, dus jij hebt beloofd, hè? Ja. Doe gewoon nu snel, je staat toch al bovenop. 3, 2, 1, gewoon salto inzetten. Ik ga hem doen. Dat gaat super goed. Ja. Nou ja, zometeen dan, hè? Misschien kan ik wel gewoon vanaf de trampoline, gewoon zo met mijn rug op. Ja. Gewoon een beetje slow draaien. Zeg. Probeer maar eens. Dat is het, precies dat. Kan je het ook vanaf daar? Ik had nog een keertje van die laag.
Is goed. Ik heb één keer van deze, die kan het 100%. Ja, precies, exact dat. Oké, ik durfde hem net niet. Ga ik weer omhoog en nu hoop ik echt dat ik hem ga doen. En hij filmt, Noor staat weer bovenaan. Is Noor er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Kijk hoe hoog, mensen. Het is echt wel hoog, jongens. Wel respect. Oké, ready? 3, 2, 1, go! High five! Die was super netjes. Erik, was hij nou echt op veel van mee? Als ik daar bovenaan sta en ik spring, dan was het wel eng. Maar toen ik echt gewoon hier kwam, dan dacht ik echt zo... Waarom deed ik hier zo lang over? Oké, doe hem nog snel één keer. Dan ben je niet meer bang. En dan gaan we naar iets anders toe, ja? Oké, ik vind hem super vet, hoor. Echt respect dat jij hem kan. Oh, echt lekker. Echt vet. Oké, we gaan door naar een ander onderdeel. Ja. We hebben de trampolines bij de blokkenbak en de hoge muur gehad. We gaan nu even naar de rekstok toe. En bij de rekstok kan je ook wat vette dingen, toch? Ja, daar kan ik al. Oké, laat zien. Noor die zit ook op turnen namelijk, toch? Ja. En daar leer je het ook wel een beetje, denk ik, zoiets. Easy, easy. Oké, die ga ik ook zo proberen. Noor, ik ga nu de buikdraai proberen. Denk je dat ik hem kan? Nee, ik denk helemaal geen twee keer. Noor heeft niet zoveel vertrouwen in mij, dat zat je om te weten. Ik zei het! Hey, ik kan het, moet even inkomen. Noor? Ik zal hem straks nog een keer voordoen. Haha, doe niet zo stoer. Hey! Ja! Woehoehoe! Nu nog een keer. Nee! Ik heb hem één keer gedaan. Hey Noor, ik ben beter dan je had verwacht. Ga je mij een tip geven? Oké, de tip is, Rutger die doet dan een beetje zo en dan roep gaat. Maar als je echt, zeg maar, erop zit en dan 1, 2 en dan derde keer echt heel hoog en dan doet, dan is het veel makkelijker. Nou, dat is het. Maar als je echt zo doet, 1, 2... Ja, die was heel netjes. Die was echt knap. Oké, Noor. De rekstok was leuk. Nu heb je nog een challenge voor mij. Ja. Ook op de rekstok, of? Ja. Hier. Oh, nou, laat zien. Wat is de challenge dan? Vertel. Gaat op de kop hangen met je handen los. En dan, ja, dat. En als je het kan, probeer je dan nog een, ja, ze noemen het vogelnest. Maar dat zie je zo wel. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Noor geeft me allemaal challenges waar ik allemaal nooit van heb gehoord. Dus ik ben heel benieuwd wat ze nou laten zien vandaag. Ja. Nou, laat me zien. Ja, dit, ja. Hangen. Ja, lekker dat, ja. Oké. Okay. Wat? Wow, dat is wel cool. Oké, goede challenge. Ik voel me wel een beetje uitgedaagd hier zo, want dit is wel bizar. Normaal verzin ik challenges voor Noor en nu opeens is het andersom. Maar leuk. Ik ga het proberen, geen probleem. Verzin nog maar meer challenges hoor. Ik ga ze allemaal proberen te doen. Wow. Woehoe! Nou, één challenge heeft hij gehad. En nu? Zoiets toch? Zo. Ja, maar dan nog verder. Wat? Aha, dat is heel naar. Nu we toch met challenges bezig zijn, heb ik ook nog een challenge voor jou. Als er maar niks met de salto is, ja? Kijk zo. En dan ga je hangen. En dan doe je zo. 1, 2, 3. Oh, die is leuk. Oké, ik ga het proberen. Ik heb echt geen idee of ik het kan. Laat me zien. Ik deed het zelf ook namelijk voor de eerst, deze truc. Ik heb hem ooit gezien van de anderen. Ik dacht van nou, dat moet ik ook wel kunnen. En het lukte ongeveer, dat is mooi. Zwaaien. Echt ja! Super knap. Ik ga het nog een keer doen, ik vind het echt leuk. Leuk, eigenlijk moet je iets harder zwaaien, dat is makkelijker. Oké, Noor hangt weer en harder zwaaien. Oh! Gaat het? Ja. Je ging recht naar beneden. Kijk hoe ze erbij ligt. Zo zie je maar, als je iets nieuws oefent, doe het altijd eerst boven de blokkenbak. En daarna pas op een mat, want dit was op een mat was wel pijnlijk geweest. Ja, als ik het op een mat deed, dan zou het niet heel prettig zijn. Nee, maar nu wel. Die ging prima. Respect voor jou. Oké, klaar voor? Wanneer moet ik eigenlijk loslaten? Als je vooraan zit met je hoofd. Hey! Beter. Prima. Oh, ik heb nog één challenge voor jou. Als je deze kan, vind ik het helemaal super knap. Ga maar op de bar zitten en dan jezelf wegduwen met je voeten. Bar. Ga maar zitten, ja. Goed zo. Ga je zitten. En nu gewoon laten vallen en een backflip doen. Nee, dat durf ik echt niet. Zou ik hem een keer voordoen? En als je hem voordoet, dan snap je wel wat je moet, denk ik. Dit trucje is niet echt heel moeilijk, maar het is gewoon durven. Ik laat hem eens even zien bij deze stam. Die is iets een keer wat anders. Zo, je zit. Dan doe je naar achter. Nee, dat ga ik echt niet doen. Dat is een challenge voor als je ietsje ouder bent anders, ja? Ja, is goed. Heb jij nog een challenge voor mij? Ik zal even kijken. Ja, ik kan hem wel gewoon op een normaal duikelrek, op school of zo. Maar ik weet niet of ik hem ook op deze kan. Maar ik ga het gewoon proberen.
In duikelrekken ben ik niet zo'n ster, ik doe dat eigenlijk nooit. Dus ik ben heel benieuwd wat Noor nu in petto heeft. Je ziet sowieso vaak dat gewoon meisjes dat beter kunnen dan jongens in het algemeen, want die oefenen dat op het schoolplein en alles. Het maakt niet uit hoe vaak je het doet, maar in ieder geval meer dan één keer. Leuk, hè? En jij denkt dat ik dat kan? Ja. Nee, ik denk het niet. Nou, ik vind het nu al eng. En dan doe je, ja, dat kan ik toch nooit. Mag ook het twee keer naar voren doen, als je wilt. Dat kan ik ook niet. Oké, okay, wat je okay, ook nee, jij bent beter nee, in dit soort dingen. Kijk zo. Wacht, en dan blijf maar zitten. Ja, dat kan ik ook niet. Noor, gefeliciteerd. Je hebt het heel goed gedaan. Ik kan niet dingen op zijn rekstok. Weet je wat denk ik leuk is voor jou? Om even de tumblingbaan aan te zetten. Hoe kan dat? Ik ga nog even salto doen in de blok. Als je hier met een kind heen gaat, sorry voor het geluid. Kinderen vinden het echt geweldig hier. Dat is wel heel leuk om te zien. Ja, super knap. Ja, heel knap. Ik vind het serieus knap dat ze die salto eraf durft. Want ik dacht toen ze weer hierheen ging, dacht ik van of ze durft te springen, weet ik niet zeker. Maar respect, ze heeft die salto gedaan. Ze is nu 8 jaar, dus als jij 8 bent, dan kan je een beetje kijken van oké. Nou ja, misschien kan jij het ook wel. Maar als je een keer wilt testen, moet je naar geen Excel komen. Dan kan je het een keer uitproberen. Oké, ik ga iets doen wat Rutger ook heel erg gaat verbazen, denk ik. Maar ik ga een backflip doen van dat ding af. Nee. Lekker! Woe. Het doel van Noor is, ik wil dat ze een frontflip probeert, een brani probeert en een backflip probeert. Oké. Bijvoorbeeld dit. Woe. Brani vind ik echt lastig hoor. Doe op de groene mat. Ren je naar de groene mat toe en dan doe je hem. Go! Easy, te makkelijk. Volgende, brani. Wow. Ah ja, die kan je toch wel landen. Hoger springen. Hoger springen, wat doe je nou? Nou oké, nu een backflip. Goed geprobeerd. Dat is layout. Oeh. Scheelt niet veel. Oké, Noor. Als Noor arm hier back doet, krijg jij zo van mij een ijsje. Ja, makkelijk. Dat kan je makkelijk naar backflip. High five. Als je dat doet, denk aan de McFlurry. En nu alleen nog landen. Die kan je. Moet ik landen? Natuurlijk. Oh joh. Oké, ik doe wel voor. Zo. Hoi. Ik vind dat wel leuk op de tunnelingbaan. Dus ga even een coole combo proberen. Oeh. Zo vanaf daar helemaal naar daar. Net niet geland, maar wel leuk. Noor. Arie back landen. Ah. Voor het ijsje. Krijg een ijsje. Jij krijgt een ijsje. Het eind van de video zien ze dat jij een ijsje krijgt, ja? Sick, heel sick. Oké, Noor en ik doen allemaal nog even één trucje op de tunnelingbaan. Dan doen we weer uit. En dan wil ik eigenlijk met Noor proberen om Arabier backflip te doen op de vloer. Ik heb net een tip gekregen van Rutger om echt goed te tukken en dat ik goed omhoog ga. Ja. Ga ik even jullie lukken? Ja, laat maar even zien. Ja, allemaal beter. Zeker beter. Heel goed. En nu kan je nog meer omhoog. Misschien kan ik nu ook gewoon... Ja, probeer maar. Hey! Nog een keer. Die kan je dat je bijna geland. Ja, bijna. Nou, nog een keer dan. Ja! Hey, Noor, je bent echt topper. Oké, ik doe ook de laatste combo en dan gaan we de tunneling maar weer uitzetten. Ik ga proberen. Brani dubbel full en dan door combineren. Arabier back naar dubbel voet. Oké, die doe ik dan nog en daarna gaat hij echt uit, want ik ben super moe. Lekker. Hey. Oké, ik heb de camera even neergezet. Noor gaat daar Arabier back proberen. Ik ga helpen en dan gaan jullie zien of het lukt. Wat is hem? Hey, laatste keer, niet meer terug. En ho! En. Kijk, superknap. Je moet nog wel even een beetje oefenen, maar misschien over een tijdje op de grond, op het gras. Ja. In de tuin. Woe! Oké, waar wil je nog even heen? Blokkenbak. Blokkenbak, nou rennen. En we zijn bij de blokken beland. En ik ga hier backflip vanaf doen. Oh, vet. Go. 1, go. Ik schrok me echt.
Je schrok van het geluid. Hé, maar het was supergoed. Heb jij, want jij bent ook voor de eerste keer in Gym Excel. En nu is de grote vraag, heb je ook wel eens een blokkengevecht gedaan? Ja. Oké, we gaan weer verder met flippen. Oh jongens, zo'n kind is niet bij te houden. En ze gaat maar door, en ze gaat maar door. Wat ga je doen? Woehoe! Kijk, kom maar deze kant op. Oké, okay, laatste salto. Flip check. 5, 4, 3, 2. Aight, heel sick, heel sick. Oké, okay, als het aan Noor ligt, blijven we hier nog super lang. Misschien meer dan de nacht. Ja, dus gewoon de hele nacht. Maar ja, dat kan helaas niet, moet er zo weer vandoor. Dus we zien jullie zo weer bij de... Volgende video. Nee, bij de... Oh ja, bij het ijsje. Bij het ijsje, tot zo. Noor, ja? Kijk waar we zijn aangekomen. Ja, bij de Mac. De Mac, kun je snel naar buiten? Heb je zin in? Ja, ik neem toch even gewoon zo'n milkshake. Milkshake vanille, dat is niet echt een ijsje. Heb je meer zin in? Ja, heb ik wat meer zin in dan. Oké, okay, heel goed. Oeh. Nou, je hebt het verdiend. Goed gedaan. Geniet ervan, hè? Ja. Echt lekker. Nog een extra ondertussen aangekomen. We hebben heerlijk genoten van ons ijsje. Als je nou nog meer video's met Noor wil zien, moet je het even laten weten in de... comments. In de comments. En dan zien we jullie bij de volgende video. Doei doei!